Nou, eigenlijk vragen we aandacht voor het feit dat uh, de werkers op de universiteit, met name de tappers, dat die in grote onzekerheid verkeren voor wat betreft hun, uh, hun gezondheid. We willen niet dramatiseren, maar onze verantwoordelijkheid brengt zich mee, met met zich mee, dat we moeten luisteren naar onze leden. En de leden zijn al een paar dagen... In onrust. Een heel klein aantal van ons bleek besmet te zijn met het COVID-19-virus. Dat is in jullie termen no big news. Tegenwoordig schrik je niet zo makkelijk van als je hoort dat iemand besmet is met het virus. Wat je direct afvraagt van, we hopen dat het niet ernstig is. En je vraagt je direct af van, uh, dat men het goed behandelt. In elk geval. Uh, heeft niemand het nodig gevonden om tot een uur geleden de werkers te zeggen wat er aan de hand is. Wel heeft u gezien dat het bestuursgebouw gesloten is. Wel vertel ik u dat de directeur van het Universiteitsbureau thuis is. We hebben begrepen in zelfkaratijn heet dat ding nog. En u ziet hier medewerkers van de universiteit of van instituten van de universiteit. Niemand heeft hen gewaarschuwd. Terwijl de mensen, twee mensen van wie bekend is dat ze besmet zijn met het virus, wel intensief contact hebben gehad vanwege het werk. We hopen niet dat die mensen zich schuldig voelen, want wij allen ook u, ook ik besmettelijk met het virus buiten onze eigen wil om. Maar het gaat erom dat de juiste besluiten genomen moeten worden. Uh, toen ik zei, tot een uur geleden, is dat ik werd gebeld door de, als voorzitter van de WFU, werd ik gebeld door de voorzitter van het bestuur van de universiteit. En hij gaf aan dat ik wel zal hebben vernomen die onrust. Ik bedoel, het moment waarop je dat weet, dien je informatie te geven aan de mensen. Want de, toevallig is een van de medewerkers een erg flexibele persoon. Hij moet zich niet schuldig voelen, maar hij moet blij zijn wanneer wij er nu aandacht voor vragen. Want hij komt, één dag is hij met verschillende mensen op verschillende afdelingen geweest. Dus wij hadden verwacht dat men de medewerkers zou zeggen om thuis te blijven en dat men interne voorzieningen zou treffen. Maar dat is niet gebeurd. U bent langs gegaan, zo net, bij de poort. Heef, is iemand naar u toe gekomen? Heeft iemand uw thermometer, uw, uw, uh, hoe heet dat ding? U, uw temperatuur gemeten? Heeft u gezien waar u hand moet wassen? Ja? Daar begint het mee. Dan kun je 10.000 andere protocollen hebben. Daar begint het mee. Maar in elk geval, niemand heeft vergaderd met de tappers, hoe zij hier, om protocollen met ze te bespreken. Die protocollen zullen er wel zijn, maar zijn op bureaus. Wij stellen voor dat de universiteit de medewerkers vraagt om in elk geval tot maandag thuis te blijven en dat men tussen maandag en vandaag, tussen vandaag en maandag nagaat als alles hier zuiver is.